نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون أوصيكم ونفسي أولا العاصي والمخطئ بتقوى الله عز وجل. De wens van iedere moslim man en vrouw die getrouwd zijn en een gezin stichten is natuurlijk dat gezin leiden op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar hebben zij bepaalde dingen voor nodig. Op het eerst natuurlijk een huis, gewoon een huis, dat gebouw. Maar het hebben van een huis wil nog niet zeggen dat je een thuis hebt. En dat thuis, yani de Bayt al-Muslim, heeft enkele pilaar. Natuurlijk de belangrijkste pilaar van de Bayt al-Muslim, het huis van een moslim, is de man en de vrouw. Het ligt op beide hun schouders om dit thuis, de Baitul Muslim, in samenwerking met elkaar de juiste richting te geven. En het is een grote ni'ma wanneer, mashallah, een moslimman en een moslimzuster dit huis heeft en deze zegen krijgt van Allahu tabarakahu wa ta'ala. Want een gelukkig thuis is een van de grote ni'ma's die wij weten. Kijken wij naar het huis, of de thuis van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zien wij dat de nadruk was niet op het inrichten van het huis met de laatste modellen, apparaten die wij kennen, de mooie banken, mooie ramen, mooie gordijnen, moedawarab, mashallah. Natuurlijk, onze huizen, daar zijn we ook trots op, mashallah. Het is netjes, het is mooi, het is mashallah, ja, goed om in te wonen. Maar de nadruk van het huis van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was op Allah, op de Koran, op de akhirah, op de zikr van Allah tabarakahu wa ta'ala. Dat is dus een milieu, een bi'a, insha'Allah, waar het gezin insha'Allah gezond zal zijn, waar het gezin insha'Allah in zal groeien en waarin onze kinderen insha'Allah een goede basis krijgen om verder op te groeien tot voorbeeldige moslims en voorbeeldige moslimas. Kinderen zijn een zegen van Allah tabarakahu wa ta'ala. En daarom wanneer we, ja, een zwangerschap wordt aangekondigd, ja, de man blij, de vrouw blij, mashallah. Maar naast dat kinderen een zegen zijn, broers en zusters, zijn kinderen natuurlijk ook een fitna.
Zij zijn een beproeving van Allah subhanahu wa ta'ala. En de bedoeling van de beproeving is, wanneer Allah je ergens mee beproeft, aan het einde van die beproeving heb je twee soorten resultaten. Of je bent geslaagd voor die beproeving, of je bent niet geslaagd voor deze beproeving. En Allah die herinnert de vaders en de moeders, de ouders eraan. En Allah die zegt, wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna. En weet dat er in jullie amwal, yani jullie rijkdom en in jullie kinderen is er een fitna, zegt Allah tabarak wa ta'ala. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. En dat bij Allah is de grote ajr. En dat bij Allah tabarak wa ta'ala is de grote beloning. Zelfs de profeet sallallahu alayhi wa sallam had momenten dat hij de fitna van kleine kinderen niet kon weerstaan, subhanallah. En zo gaf hij een keer een khutbah, terwijl een khutbah, moet je voorstellen, de profeet als leider, als boodschapper, ja, als degene waar sahabas naar opkijken, vooral als je kijkt in het context van de jahiliya, de overgang tussen jahiliya, van jahiliya naar islam, daar zie je dan een man op de minbar, die geeft een bulderende khutbah, en dan ziet hij twee kleine jongetjes, Hassan en Hussein. Hassan en Hussein die zijn daar ergens in de moskee. Hij wordt erdoor afgeleid. En wat doet de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hij gaat van zijn minbar af, knuffelt met de jongetjes, geeft ze kusjes, mashallah, en gaat weer op de minbar. Moet je je voorstellen. En hij zegt, hij bevestigt daarna waarempel Allah heeft gezegd dat in jullie kinderen er een fitna is. Dat er in jullie kinderen een beproeving is van Allah subhanahu wa ta'ala. Naast dat kinderen, mashallah, voor ons een fitna is, een zegen van Allah tabarakahu wa ta'ala, herinnert Allah ons ook dat onze kinderen zijn een amana. Iets wat aan ons is toevertrouwd door Allah tabarakahu wa ta'ala. En op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala onze kinderen aan ons hebben toevertrouwd, heeft Allah onze kinderen ons gegeven in een bepaalde staat. Jij hebt dat kind gekregen van Allah tabarak wa ta'ala in pure vorm, in een bepaalde staat. En zo verwacht Allah dat je het ook zo aflevert. En daarom, broers en zusters, de verantwoordelijkheid van opvoeding is een verantwoordelijkheid die wij niet al te licht moeten opvatten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook, kullu mauludin yuladu ala fitrah. فَأَبَوَاهُ يُهَوْمِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Elk kind wordt geboren in staat van fitra, yani een pure staat, een staat om zijn Heer te kennen, een staat van ibadah, een staat van het kennen van Allah tabarak wa ta'ala als jouw Heer, yani een fitra, een pure monotheïstische staat. En het zijn de kinderen die hem, sorry, het zijn de ouders die de kinderen maken tot een Jood, tot een Christen, tot een vuuraanbidder, vul maar verder het rijtje af. Opmerkelijk, de profeet zegt niet, en het zijn de ouders die hem tot moslim maken. De profeet zegt, het zijn de ouders die hem maken tot, noem maar op, ja, welke religie je ook wil noemen, welke denkrichting je ook wel wil opnoemen. Maar de profeet zegt niet, en het zijn de ouders die hem tot moslim maken. Waarom? Je hebt dat kind gekregen in staat van fitra. Je hebt het kind gekregen in staat dat die Allah tabarak wa ta'ala eigenlijk automatisch zou aanbidden. Dus zoals je het hem gehad van Allah subhanahu wa ta'ala, zo dus in die amana, zo moet je het ook weer afleveren. En wat is amana? Amana is iets wat aan jou is toevertrouwd. En wanneer iets aan jou is toevertrouwd, heb je daar ook twee mogelijke manieren om iets wat aan jou is toevertrouwd ook daarmee om te gaan. Of je bent laks met datgene wat aan jou is toevertrouwd. En wanneer je laks bent en nalatig bent op datgene wat aan jou is toevertrouwd, ben je dan geslaagd? Dan ben je een laks persoon. Ja, dan ben je een laks persoon, dan ga jij jouw verantwoordelijkheden tegenover deze amana niet nakomen. Of je neemt deze amana serieus. Het is een serieuze baan, ouderschap. Het is een serieuze taak, deze ouderschap, broers en zusters. En daarom, Allah tabarak wa ta'ala, die zegt, oh, sorry, de profeet die zei, kullukum ra'in. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولْ أَنْ رَعِيَّتِهِ. En ieder van jullie is een herder. En ieder van jullie is مَسْئُولْ. Yani مَسْئُولْ, je bent verantwoordingsschuldig aan Allah tabaraka wa ta'ala. مَسْئُولْ. En Allah subhanahu is de sa'il. Allah is degene die jou zal vragen en jij bent مَسْئُولْ. Jij bent verantwoordelijk over datgene waar Allah subhanahu wa ta'ala jou verantwoordelijk voor heeft gemaakt, broers en zusters. En daarom, broers en zusters, nogmaals. We zien, als ze doorgaan,
Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, die zegt een heleboel ayat, zoals ik al zeg, dat de fundament van het huis van de Bayt al-Muslim, ja, de fundament, dat is de man en de vrouw. En dat begint vaak begint het ook bij de nikah, bij het huwelijk, is een mooie ayat die we altijd horen, toch? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. En het behoort tot de ayat van Allah tabarak wa ta'ala, tot de tekenen en de wonderen van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij jullie uit jullie eigen midden, uit jullie eigen soort, jullie partners, jullie zoons heeft geschapen, yani partners. Dus de man en de vrouw met elkaar zijn elkaars partners. Het zijn niet elkaars tegenpolen. Het zijn niet elkaars vijanden. Het zijn niet elkaars zeg maar concurrenten. Nee, partners, broers en zusters. Jouw zoontje. Ja? Dus dat is dus, ja, de basis van een goede opvoeding. Dat de kinderen zien dat papa en mama elkaars partners zijn. En niet elkaars antagonisten, elkaars vijanden of elkaars concurrenten zijn, broers en zusters. Ja? En daarna komt de sakina. Litaskunu ilayha. Yani, zodat jullie inshallah rust bij haar zullen vinden natuurlijk. Dat wordt ook weer bedoeld. De intimiteit, de liefde tussen de man en vrouw. Ja? En Allah die plaats, ja, mawadda en rahma. Allah die plaats onder de man, tussen de man en de vrouw. Ja? Liefde en genegenheid en barmhartigheid van Allah. Dus nogmaals, de verantwoordelijkheid rust bij de man en de vrouw. En daarom was het, broers en zusters. Wanneer het komt op het gebied van opvoeding, ja, is het iets wat een verplichting is voor de man en de vrouw, dat ze daarin samenwerken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. En werk met elkaar in bir, in het goede en in godsvrees. Ja, in het goede en in godsvrees. Ja. En dus is het, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. En werk niet samen in zonde en in vijandschap, broers en zusters. En daarom, een huis zonder imaan is een leeg huis. Een huis zonder het opnoemen van Allah, een huis zonder de Koran is als een begraafplaats, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet die zegt ook, ja, met betrekking tot het huis, dat we die moeten versieren, mashallah, met de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, bijvoorbeeld met het gedenken van Allah. Ja, de profeet die zegt, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Ja, de gelijkenis van een huis waarin Allah wordt genoemd, yani Allah wordt daarin gedacht, mashallah, Allah wordt daarin geprezen, en een huis waarin Allah niet in wordt genoemd, ja, je hoort de naam van Allah daarin niet, is als de gelijkenis tussen een dode en een levende. Wat een verschil, hè? Een dode en een levende, subhanallah. En we zien hier ook, de profeet die zegt bijvoorbeeld over het levendig maken van de huizen met de salawaat. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, verricht jullie gebeden in jullie huizen en verander jullie huizen niet in qubur. Nou, we weten, hè, vanuit het islamitische perspectief, een kabr is een plek waar je geen ibadah doet. Bij de kabr ga je geen tawaf doen, bij de kabr ga je geen salat doen, bij de kabr ga je geen... Nou, nogmaals, de kabr is een plek wat verlaten is, wat eng is. De kabr is een plek waar je niet graag over wilt denken. En de profeet als het zegt, verander jullie huizen niet in kabr. Net zoals het in kubur verboden is om te bidden en dikker te doen en dergelijke. In het huis, in jouw eigen huis, ja, moet je wel het tegenovergestelde doen, wat tegenovergestelde doen, en dat is natuurlijk onder andere het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet zegt ook, لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Verander jullie huizen niet tot kubur, voorwaar de shaitaan vlucht uit een huis waarin de Surat al-Baqarah wordt gereciteerd, broers en zusters, waarin Surat al-Baqarah wordt gereciteerd. En we zien dus, verlicht het huis, verlicht jouw huis, mashallah, met de dikker, met la ilaha illallah, verlicht jouw huis met het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat we ook zien, broers en zusters, dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tegenover zijn vrouwen zijn genegenheid vaak ging uitbeelden, vaak ging ook zeggen. Dat je ook aan je kinderen moet laten zien
dat papa en mama daadwerkelijk ook van elkaar houden, dat ze ook op deze manier met elkaar praten, mashallah. En dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn genegenheid ook aan zijn vrouwen ging zeggen. En we zien ook dat wat dat betreft, subhanallah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noemde bijvoorbeeld Aisha met haar troetelnaam, ja Aisha, en noemde haar met mooie troetelnaam, mashallah. Zodat de kinderen ook het gevoel van liefde kennen in het huis, mashallah. Ja? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt bijvoorbeeld ook, ja, met betrekking tot samenbidden tussen de man en de vrouw. Sommige mensen hebben een soort mannen-islam in hun huis. Ja, nogmaals, dat is een eigen term. Mannen-islam in hun huis. Zo van wanneer het tijd is om te bidden, alleen de vaders en de zonen bidden. Ja? En de moeders en de dochters die worden niet geroepen. Alleen de mannen gaan bidden. Alleen de mannen doen de ibadat. En de vrouwen, die, ja, we gaan ervan uit dat ze gaan bidden. We gaan ervan uit, wordt niet gevraagd en wordt niet samen gebeden. Terwijl samen bidden tussen een man en een vrouw in huis, mashallah. Ja, in het bijzijn van de kinderen, samen met de kinderen, mashallah. Dat versterkt ook de mahabba en de mawadda, subhanallah. Zelfs ook de nachtelijke gebeden. Subhan de profeet die zegt, rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla. Mogen Allah de man, yani rahma geven, die midden in de nacht wakker wordt, fa salla, wa ayqada imra'atahu fa salla. En die daarna zijn vrouw, of tegelijkertijd zijn vrouw, wakker maakt, zodat zij ook wakker wordt. فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجِهَ الْمَاءِ. En als zij weigert, ja, ik kan voorstellen, het is koud, ja, winter is aangebroken, ja, ze gaat de deken nog dieper, nog hoger trekken, mashallah, ja. Dan zegt de profeet Sassan dat de man op een liefdevolle manier een beetje water neemt en haar besprenkelt, mashallah. Yalla habiba, word wakker, mashallah, laten we samen bidden. Ja, dus hier zien wij, op deze liefdevolle manier, mashallah, ja. En de profeet zegt verder, وَرَحِمَ اللَّهُ مْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ. En mogen Allah de vrouw rahma geven, die midden in de nacht wakker wordt en die daarna bidt. وَأَيْقَدَ زَوْجَهَا. En die daarna de man wakker maakt en die dan ook daarna, zeg maar, bidt. فَإِنْ أَبَى نَضَحَ فِي وَجْهِ الْمَاءِ. En als hij weigert, ja, volgens mij is dat, gebeurt dat meer volgens mij, Allah alam, ja. En als hij weigert, neemt zij ook een beetje water en zegt, ja habibi, yalla, word mijn imam, word wakker, mashallah, laten we samen bidden, mashallah. Dus hier zien wij, broers en zusters, dat de thuis, nogmaals, niet het huis, mashallah, de thuis van de moslim, mashallah, ja, op deze manier versierd kan worden met de ibadah van Allah subhanahu wa ta'ala. Nou, Allah subhanahu wa ta'ala, die herinnert ons dus in deze vele ayah, de relatie tussen de man en de vrouw in het huis moet gebaseerd zijn op taqwa. En vaak, ja, vaak maak je mee, mashallah, tijdens de nikah of tijdens de zawaad, ja, dat een van de preken, als iemand dan komt preken, mashallah, bij zo'n feestje en die kreeg even een preek over de zawaad, de verantwoordelijkheid tussen man en vrouw. En vaak gehoorde ayah die je hoort is, ya ayyuhalladina amanu taqullah. Ja, ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. O jullie die geloven, vrees Allah. O jullie mensen, vrees Allah. Iedere keer wanneer Allah praat over de relatie tussen de man en de vrouw, voordat Allah nasiha geeft over hoe een man en een vrouw met elkaar dienen om te gaan, zegt Allah eerst tegen de mannen en de vrouwen, ik wil jullie iets vertellen wat zo belangrijk is, yani de relatie tussen man en vrouw, dat ik jullie eerst adviseer om eerst taqwa te hebben voor Allah subhanahu wa ta'ala. Want we weten binnen de muren wat er gebeurt tussen man en vrouw, de enige getuige is Allah subhanahu wa ta'ala. En dus de basis, ja, de basis van de relatie, de basis van de relatie tussen man en vrouw moet gebaseerd zijn op taqwa. Want wanneer de man taqwa heeft voor Allah, zal hij zijn vrouw, goed behandelen, de rechten die zij heeft tegenover hem nakomen, de plichten die hij heeft tegenover haar nakomen. Al is er niemand die dat ziet, hij heeft taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala, want de relatie is gebaseerd op taqwa. En als de vrouw taqwa heeft voor Allah subhanahu wa ta'ala, zal zij haar verantwoordelijkheden nakomen. Ja? Zal zij de plichten die ze heeft tegenover haar man nakomen. En de rechten die de man heeft tegenover haar ook nakomen. Dus hier zien wij, natuurlijk binnen huwelijk hebben we een heleboel ingrediënten nodig. Geduld is een belangrijke ingrediënt. Schoonheid, mashallah, belangrijk ingrediënt. Ja? Natuurlijk hebben we ook geld nodig, ja, om een huwelijk ook, om een huishouding ook in stand te houden. We hebben ook aantrekkingskracht nodig. Noem maar op, allerlei soorten dingen, mashallah, liefde en dergelijke. Maar het belangrijkste van alles is toch taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Zo nu en dan krijg ik te horen of klachten of vragen met betrekking tot de betrokkenheid van ouders, ja, van ouders met de school van hun kinderen. Soms komen er leerkrachten naar mij, leraren naar mij, ja, en ze vertellen hun verhaal aan mij. En een van de opmerkingen die ik vaak hoor over ouders is: broeder Remy, de ouders zijn niet zo betrokken met de resultaten van de school of met de resultaten van hun kinderen. De ouders zijn vaak niet zo betrokken met wat hun kinderen op school doen. Ze sturen hun kinderen naar school alleen maar, zeg maar om te leren, maar verder zijn ze niet betrokken. Is een van de klachten die ik hoor. Maar broers en zusters, subhanallah. Een van de eerste ayat die aan Allah, die aan de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is geopenbaard, is de aya van Iqra. Yani, we zien hier het belang van onderwijs, het belang van kennis, het belang van jezelf ontwikkelen, mashallah, zodat je een goede bijdrage kan leveren in deze maatschappij. En Allah heeft jou eindelijk die kinderen gegeven en je wordt allerlei soorten dingen aangeboden in deze maatschappij waar je kinderen, mashallah, met allerlei soorten dingen naar school kunnen gaan, mashallah. Alles wat voor jou voorzien, mashallah. Minimaal is dat je betrokken bent met waar jouw kinderen mee bezig zijn op school, broers en zusters. Nogmaals, ik had het gehad over de ouderschap. Ouderschap is een serieuze, ik wil bijna zeggen, het is een serieuze fulltime baan, broers en zusters. Kinderen zijn een amana, dus neem deze amana serieus. En subhanallah, probeer ook zodanig, als je toch ja, zoveel werk, je geen tijd hebt, probeer toch minimaal tijd te maken of zodanig je werkuren aan te passen, dat wanneer er ouderavond is, dat wanneer je wordt uitgenodigd. Ja, sommige ouders krijgen brieven van scholen, wekenlang, of op e-mails. Ze kijken niet ernaar, ze weten niet ernaar natuurlijk. Ze weten ook niet wat er gebeurt. Dus probeer ook betrokken te zijn, broers en zusters, met wat er met jouw kinderen gebeurt op school. En daarom, broers en zusters, een van de dingen is, er wordt weinig gecommuniceerd binnen de huis. Er wordt weinig gecommuniceerd. Natuurlijk, wanneer de kinderen nog jong zijn, zitten ze nog op de lagere school, is het nog makkelijk, mashallah. Maar de echte uitdaging begint wanneer ze natuurlijk tieners zijn geworden. Ja, wanneer ze natuurlijk tieners zijn geworden, wanneer ze groter zijn geworden. Ja. Ze gaan de wijde wereld in, ze maken een heleboel dingen mee. Ja. Zien ook een heleboel dingen in de maatschappij en ze krijgen ook hun ideeën. Ja. Ze worden ook volwassen, ze worden ook ontwikkeld, mashallah. Dus hier zien wij, wanneer ze ook een bepaalde leeftijd hebben bereikt, is het misschien moeilijk als ouder aan jouw kind los te laten. Maar dan zien we ook de kunst van ouderschap. Dat je op een gegeven moment zelfs ook, het klinkt een beetje misschien binnen de gemeenschap misschien een beetje vreemd, maar je moet je kinderen of de tieners respecteren. Respecteren in de zin van dat zij iets meemaken. Het is niet makkelijk om bepaalde hormonen, bepaalde gevoelens, bepaalde dingen mee te maken. En jij als ouder zegt, ja, vader of moeder, je bent er laks tegenover. Ja, je bent laks, nee, je moet ze niet kinderachtig behandelen, ja, maar behandel ze als volwassenen. Subhanallah, de profeet sallallahu alaihi wa sallam, als we kijken. Ja, de jonge metgezellen ten tijde van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. 13 jaar, 14 jaar. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr. Vele jonge sahabas, maar Abdullah ibn Umar, mashallah. Jonge sahabas die al op jonge leeftijd een verantwoordelijkheid hebben gehad van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dus dit, wat ik hier wil zeggen is, behandel ze, mashallah, als volwassenen, ja? Respecteer hun meningen, de gevoelens die ze hebben, ja? En weet ook waar zij mee bezig zijn, weet ook waar ze van houden, ja? Dat is dus heel erg belangrijk. En nogmaals, als we zien, geef onze kinderen de kans, ja, om zich te ontwikkelen. Geef onze kinderen de kans om zich te ontwikkelen. En natuurlijk, het gezin is de eerste factor, ja? Waar onze kinderen daarin opgroeien. Ik wil afsluiten met een mooi voorbeeld van een hadith van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ja? Er was een jonge man, ja? Een jonge man die kwam naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam terwijl de profeet in het bijzijn was van allerlei metgezellen. En deze jonge man die had een lust. Deze jonge man die wilde graag iets doen wat haram was in de islam. Hij was voorbij zijn schaamte, hij was voorbij zijn verlangen. En hij ging toen naar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam en zegt, ja Rasulullah,
geef mij toestemming om zina te verrichten. Geef mij toestemming om zina te doen. Weet je natuurlijk, zina, iedereen weet dat het haram is. En de metgezellen, toen ze dat hoorden van deze jonge man, die waren heel erg boos. Die stonden al op om deze jonge man iets aan te doen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei toen, laat hem. Ik wil even met hem praten. Ja, ik wil even met hem praten. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft toen een benadering genomen om hem face to face met hem naar hem te luisteren. Wat zit je dwars? Wat is er met je aan de hand? Naar hem te luisteren. En we zien hier, veel is het ook zo, we hebben nog niet, vele ouders hebben geen uitlegcultuur. Ja, het is alles is haram, alles is haram of halal en hele korte antwoorden op bepaalde vragen. Maar de profeet heeft deze jongen naar zich toegenomen en persoonlijk met hem gecommuniceerd. En de profeet heeft geen ene keer haram genoemd. De profeet heeft geen ene keer hel of verdoemenis genoemd. De profeet heeft geen ene keer de jongen bedreigd, met welke manier dan ook. Want als de profeet bijvoorbeeld zou zeggen, het is haram en de jongen zal weggaan. Ja, ja, op een gegeven moment, het klinkt vreemd, op een gegeven moment, als hormonen beginnen te spelen, verliefdheid beginnen te spelen, al deze dingen beginnen te spelen, je mag zeggen als ouder, call Allah, je mag zeggen call Rasul, je mag zeggen dat. Op een gegeven moment, de hormonen zijn heel erg sterk, ja? De gevoelens zijn heel erg sterk, dus je moet ze ook, zeg maar, openstaan om met hen te communiceren. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen, zou je dat willen? Op een heel, ja, hij heeft hem eerst apart genomen, dus niet in het openbaar. Zou je dat willen dat iemand dat deed met jouw moeder? Nee, nee, wallah, nee. Zou je dat willen dat iemand deed met je zuster? Nee, ja, Rasulullah. Zou je dat willen dat iemand doet met jouw tante of een vrouwelijke familielid? Hij zorgde ervoor dat de jongen telkens nee ging zeggen. Hij zorgde ervoor dat de jongen zelf tot inzicht kwam. Hij zorgde ervoor dat de jongen zelf antwoord gaf, ja, op de vragen waarin hij mee zat, subhanallah. En dus is jouw broers en zus nogmaals, ja, een van de opvoedingsstijlen die Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met deze jongen heeft toegepast. Broers en zussen, ik hoop inshallah dat ik met deze korte goed van mashallah. In elk geval, ja, de zegeningen van een familie, de zegeningen van het tehuis, de zegeningen van kinderen mashallah, maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van onze kinderen is een geweldige verantwoordelijkheid. Neem die verantwoordelijkheid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani.